Kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand hebben vaak een intensieve zorgvraag. Dit is een dagelijkse belasting voor ouders, zowel in de zorg als in de begeleiding van hun kind. Professionele ondersteuning helpt hierbij. Hierdoor kunnen kinderen sociale activiteiten ondernemen, ontspannen en hierdoor worden de ouders ontlast. Severinus biedt deze thuisondersteunende zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar op verschillende manieren. Nou, met thuiszorg kunnen ze je echt praktisch komen ondersteunen. Met het aankleden of met eten geven, medicatiemomenten, in bad doen en zelfs naar school brengen. Maar ook na school of in het weekend kunnen er allerlei activiteiten met je kind worden gedaan. Bij Xia kunnen onze kinderen terecht na schooltijd, op zaterdag en tijdens de schoolvakanties. En daarvoor zijn er verschillende locaties. Bij Xia ondernemen we leuke activiteiten met de kinderen, maar daarnaast ondersteunen we ze ook in hun zelfredzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling en we ontlasten het gezin. Dit doen we aan de hand van een persoonlijk ondersteuningsplan, wat is afgestemd op onze cliënt. Het doel hiervan is ouders te kunnen ontlasten, maar daarnaast ook dat de cliënt volwaardig kan deelnemen in de samenleving. Voor de jongens hartstikke leuk, want ze kunnen hier fijn afspreken met andere kinderen, want zo zien zij het. En voor mij als ouder, en mijn man natuurlijk ook, geeft het lekker rust. We kunnen toch onze eigen dingetjes doen en dan hebben we onze handen vrij. In onze logeerhuizen komen de kinderen om één of meerdere nachtjes te logeren. Dit doen ze onder andere zodat het gezin even loskomt van de dagelijkse zorg. Het logeren is gezellig en leerzaam en er is altijd een professional aanwezig. 2, 3, 4, daar is hij, hè? Ja. Het logeerhuis zorgt ervoor dat wij als gezin de rust krijgen om bij te tanken. En het is ook zo dat we leuke dingen kunnen doen met de andere twee kinderen, zodat zij ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Voor ons sowieso heel fijn, ook omdat er allemaal gekwalificeerde mensen werken. Dus je kan haar met een gerust hart er naartoe laten gaan en dan weet je dat ze in goede handen is. Ik ben als ouder betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Er gaat ze dadelijk daar een dagprogramma geboden worden, waarin ze rustig kunnen spelen, leren, zich ontwikkelen en ontspannen. En het kan zowel schoolvoorbereidend als schoolvervangend zijn. Severinus vindt het heel belangrijk dat ieder kind met plezier kan opgroeien in een liefdevolle en vertrouwde omgeving. En daarbij helpen wij de ouders. Ik weet dat mijn kind hier altijd in goede handen is.